Ook hier in het innovatieve huis komen we producten tegen waarvan we denken, shit, wat fijn dat het bestaat. Letterlijk. Omdat we gewoon het product niet eerder hebben gezien, ergens anders. Omdat we het product nergens anders tegenkomen. En deze PRM24 uit de ProtectNet-series van APC is zo'n product. Je ziet een hele standaard bruine doos. Het geeft ook een beetje aan dat dit een product is voor de installatiemarkt. Maar dit is een geniaal product. Een geniaal product dat eigenlijk iedereen die een beetje zuinig is op zijn elektronica in zijn meterkast moet hebben. Want laten we wel zijn, maar de verzekering schrijft niet zo snel af als elektronica. Jouw tv van 3000 euro is na een paar jaar echt niet meer zoveel waard dat je bij een blikseminslag even een andere koopt. Daar komen dit soort producten van pas. Dit is een leuk product. Het is een 19-inch chassis. Hierachter zie je al de kleine doosjes liggen. Daar gaan we zo meteen naar kijken, want daarmee kun je de chassis vullen. En feitelijk kun je hiermee een stukje beveiliging tegen overspanning maken op maat voor jouw huis. Want laten we wel zijn, heel veel mensen denken van het gaat zo meteen bliksemen. Laat ik de stroomstekkers eruit halen, maar ze vergeten de netwerkstekkers, de coaxstekkers, de telefoonkabels. Allemaal kabels die blikseminslag binnen no time verspreiden door je huis. Het is heel fijn dat je die 220 of 230 volt stekker uit je tv hebt getrokken. Maar via je coax verbinding wordt je tv alsnog gewoon opgeblazen. Dus ook die moet je gaan beveiligen. Hier hebben we een handleiding met wat kabels die nodig zijn voor de aarding. En tenminste één kabeltje. En wat bevestigingspunten voor 19 inch bevestiging. Wat ik net al zei, het is een 19 inch rek product. Dat betekent dat je aan de zijkanten kunt bevestigen. Op het moment dat je in je meterkast al een 19 inch voorziening hebt, dan is dat heel erg fijn. Heb je dat niet? Ja, en een beetje hout en zo kom je er ook wel bij. Ik bedoel, ik schroef die dingen doorgaans gewoon tegen de zijwand van de meterkast. En dan komt het ook allemaal goed. Hoe dan ook, het is gewoon fijn dat je het ding makkelijk kunt bevestigen. En hier hebben we hem. De ProtectNet overspanningsbeveiliging van 19 inch. Ziet er heel klein uit. Dat mag ook. Hoeft niet groot te zijn. Hij heeft ook maar één simpele taak. En dat is zorgen dat jouw elektronica gewoon heel blijft bij blikseminslag. Je hoeft verder eigenlijk nergens over na te denken. Keurig verpakt in plastic. Mooi zwart metaalwerk. Hier zal zo meteen waarschijnlijk de aarding op aan worden gesloten. We nemen dit op voordat we de handleiding hebben gelezen. Die zit nog in zijn verpakking, dus we moeten dat nog een beetje uitzoeken. En hier zien we keurig allemaal slotjes. ABC logo in het midden. Hierachter zit waarschijnlijk elektronica die je nodig hebt. En ik vermoed dat je dit heel makkelijk eruit kunt trekken. Precies. En hier ga je zo meteen modules inzetten. En hier zien we de doosjes van die modules. Er zijn vier verschillende modules. Ik pak hier eerst even het doosje van de coax module. Zo. Er zit een korte handleiding in. Die grotendeels in het Chinees is. Nou, leuk. Gelukkig is het product zelf niet zo heel ingewikkeld. Dit is zo'n module, de coax module in dit geval. Een ingang en een uitgang. En wat je waarschijnlijk alleen maar hoeft te doen, is het ding hierin laten glijden. En dan vermoed ik, heel goed op de kop zitten. Even kijken hoor. Hij gaat een beetje stroef. Nou, je gaat ook niet elke dag die modules vervangen, dus dat is niet zo heel erg. En dan zit hij erin en dan is het waarschijnlijk al klaar. Of het echt zo is, ja, we moeten de handleiding nog lezen. Dus check zo meteen vooral even de link onderaan deze video, want daar schrijven we de review nadat we de handleiding hebben gelezen en zeker weten dat we het allemaal goed hebben gedaan. Nou, hier hebben we de ISDN, of de telefoonbeveiliging. Wederom een Chinese handleiding grotendeels zo te zien. En wederom zal die niet hard nodig zijn. Waarschijnlijk is het dan een stukje verplichte documentatie dat vanuit de fabriek wordt bijgevoegd. Hier zie je iets meer elektronica zitten. Hier sluit je dus je telefoonlijn op aan om ook te voorkomen dat bliksem jouw telefoontoestellen sloopt. Nogmaals, elektronica schrijft gewoon hartstikke snel af. Dus maak het vooral voor jezelf gewoon een stukje verzekering in gedachten. Deze gaat er niet heel fijn in. Dat is weer het leuke van dat we het in één take opnemen.
Hier zit een palletje, die steekt een beetje uit. Nou, die wil. Die gaat wat moeilijk, maar die zit er nu toch ook in. Een klein stukje plastic wat een beetje uitsteekt. Denk tijdens de fabricage misschien een stukje verbogen of zo. Dat weet ik niet. Het kan een exemplarisch effect zijn. We hebben er overigens meerdere hoor. Want we gaan hem helemaal vullen met netwerkaansluitingen, telefoonaansluitingen, coax-aansluitingen en zo. Dat gaan we niet allemaal in deze video doen. Dat gaan we zo meteen rustig doen. En dan valt het vanzelf op het moment dat er een exemplaar tussen zit die. Net even wat minder gelukkig van de loopband is gerold. Ja, dat kan gebeuren met iedere fabrikant, ook met APC. Dus niets om ze kwalijk te nemen. Hier hebben we een CAT6 netwerkaansluiting. En eigenlijk weer hetzelfde verhaal. We trekken er zo eentje uit. We schuiven deze er netjes in. Die gaat alweer een stuk soepeler. En dit zijn de drie versies waarmee we nu de komende tijd aan de slag gaan binnen het innovatief huis. Dus we gaan kijken inderdaad van nou, hoe zit het met kabel-tv op deze module. Zorgt die ervoor dat het signaal beter of slechter wordt? Niet onbelangrijk, zeker bij coax. Hetzelfde geldt ook voor de telefoonaansluiting, hetzelfde geldt voor de netwerkaansluiting. En we gaan het allemaal heel goed in de gaten houden. Want deze jongen die komt zometeen direct ook naast onze NetGear ProSafe netwerkswitch te staan. Zodat de kabels vanuit die switch hierin gaan en dan pas naar de apparaten. Dus ieder apparaat in huis wordt zometeen, in ieder geval alle communicatielijnen, beveiligd door deze handige ProtectNet van EPC. Nogmaals, een product waarvan ik persoonlijk denk als elektronica liefhebber, dit moet iedereen in huis hebben. Wil je alles over deze EPC weten? Check de link meteen onderaan deze video. Klik erop, kom je op GadgetGear terecht, lees je de hele review. En geloof me, tegen die tijd hebben we de handleiding gelezen, kennen we de exacte specs. En dan hebben we heel veel informatie over de praktijktest van deze unit. Blijf nog even hangen, krijg nog even wat foto's te zien.